Goedenavond, dames en heren. Het is 19:30 en de laatste donderdag van de maand. Dus u kunt van ons het Praatcafé verwachten. Wat kunt u zoal verwachten vanavond in deze uitzending? Een verslag van een rampoefening in Haren met onder andere de jubilerende EHBO. Een gesprek met twee buurtcoördinaten van de gemeente over inbraakpreventie. De overhandiging van de eerste Helvoortsweekendkrant. Een muziekopname van Lia de Haas tijdens de festiviteiten bij het 25-jarig bestaan van de ondernemersvereniging in de kern Haren. Maar nu eerst, zoals u gewend bent, van ons het maandjournaal van april. Met de opmerking daarbij dat het item van de eerste prijs van Kunst Adelt pas bij het volgende Praatcafé uitgezonden zal worden. Ik wens u veel kijkplezier vanavond. Welkom bij het maandjournaal van april. We gaan maar meteen van start. In Helvoort was het traditionele paaseierophalen natuurlijk niet weg te denken dit jaar. Alle kinderen van de Dr. Landmansschool gingen langs de deuren en zongen uit volle borst. Vrouwke, vrouwke, doet uw best. In ruil daarvoor kregen ze eieren en geld waarvan een deel naar een goed doel is gegaan. Wie, oh wie? We hebben geen eitjes, dus jullie krijgen geld. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, bedankt voor het zingen. Ja, ga doen. Wie heeft de man met eieren? Zij. Alleen volgens mij zitten er ook nog rond stro. Ja, dat weet ik niet. Eigenlijk moesten ze een bakje geven. En Wie heeft de snoepjes? Ja. Zij. Geef alles maar. Zo? En wie heeft de portemonnee? Jullie. Ik. Ook al. Nee. Zo. Alsjeblieft. Dank je wel. Hey, nog heel veel plezier. Ja, ik neem ook een bakje. In de Biezenmortel hadden kinderen van de basisschool een India vastenactie opgezet ter gelegenheid van het paasfeest. Kinderen deden heitje voor karweitje, maar dan wel op de Indiase manier. Anja Robbe, leerkracht van de Franciscusschool. Jullie hebben afgelopen 3 weken een project gehad in het kader van de vaste actie, hè? India-project. Wie is op het idee gekomen? De catechet, die kwam met een project. Dat zou eigenlijk 1 week duren. En normaal gesproken doen wij altijd op Witte Donderdag een gezamenlijk ontbijt met alle kinderen. Maar ik had dit gezien bij mijn kinderen op school. En toen heb ik het idee hier gelanceerd en dus in alle liefde ontvangen, want er is heel hard gewerkt. Ja. Jullie hebben het hele project gevoerd in het kader van de bewustwording van kinderen. Maar je praat over kinderen. Alle kinderen van de school hebben meegedaan? Ja.
Van groep 1 tot en met 8, ja. Je moet natuurlijk de activiteiten dan wel wat aanpassen. Kun je zeggen dat voor al die kinderen de bewustwording wat op gang is gekomen? Want het gaat over India, het gaat over straatkinderen in India. Denk je dat die bewustwording op gang is gekomen? Zeker weten. We hadden een heel goed project. Er was ook echt toegespitst op alle kinderen. Een stuk voor groep 1 tot en met 4 en een stuk van groep 5 tot en met 8. Dus er waren ook echt verschillen. We hadden een paar hele goede videobanden waar ook echt dingen te zien waren. Werkbladen daarbij, prachtige kleurplaten en echt ook dingen om te doen. En ja, de kinderen hebben er echt wel mee opgeschoten, weet ik zeker. Ze zijn hier, het is heel druk op school nu. Ze zijn ook heel druk bezig vandaag om allerlei dingetjes die ze zelf gemaakt hebben te verkopen. Wat er gebeurt met dat geld? Dat gaat samen met het geld van de vaste actie. Op die bankrekening die zij daar ook voor gebruiken. Ik kan me voorstellen dat alle dingen die kinderen doen hier, dat die verzonnen zijn door de leerkrachten, of vergis ik me daarin? Nee, de kinderen hebben zelf ook een hoop bedacht. Ze hebben heel veel spullen meegebracht ook. Er zitten zwervers, er zitten bedelaars, schoenenpoetsers. Er zijn echt heel veel ideeën van de kinderen zelf. Ja. Het kost allemaal 1 roepje, dat is vandaag 1 kwartje. Hè? Of een meervoud van 1 roepje. En dat gaat allemaal naar de vaste actie. Trouwens, dat is de laatste vraag. Je bent zelf keurig aangekleed. Dat heb je ook zelf gedaan of niet? Nee, dat zou ik wel willen. Nee, wij zijn geholpen door Paran. En dat is een man die is hier met iemand van de MOV-groep van Udenhout. En die heeft de laatste jaren dat zijn moeder leefde, zijn moeder altijd zo aan moeten kleden. En hij is er heel goed in. En ik heb begrepen dat je aan jouw kleding kunt zien dat je heel rijk bent, hè? Ja, ja, ik heb er goud in zitten. Oké, bedankt voor het interview. Helvoort werd in de maand april 2 maal opgeschrikt door een fikse brand. En dan wel in de Anton van Kolenstraat. In de Anton van Duinkerkenstraat brandde de bovenverdieping uit van een woonhuis. De oorzaak was een ontplofte cv-ketel. En de tweede brand was op het industrieterrein in Helvoort bij GNV Hout. Daar moesten alle brandweerkorpsen uit de omgeving uitrukken om een fikse brand te blussen die was ontstaan door een stofexplosie. Alles bemoeilijkte de zaak doordat verschillende brandende delen in de afzuiginstallatie terecht waren gekomen. Als ik het niet goed zeg, dan hoor ik er wel. Er staan 2 stralen van haren hier naartoe. Ja, hier staan 2 stralen. Buitenom. Ja. Er liggen dan weer droge stralen hier naartoe. Ja, die worden er nog niet in.
Die kan dat niet ook, hè? Van de helft is het eerst al teruggekomen. Wat met een okay. Kunnen dit met de stralen die je hier hebt, de zaak op dit moment mannen? Ja, want het vuur is eigenlijk... Het is niet alledaags dat een vuilniswagen uit moet wijken en dan bijna op zijn kant in de sloot belandt. Groot materieel moest eraan te pas komen om het voertuig weer op vier wielen te zetten. Inwoners van Helvoort moesten nu wachten tot zaterdag voordat het huisafval werd opgehaald. KPJ uit Haren organiseerde ook dit jaar weer een touwtrektoernooi, waar ook de omliggende dorpen aan mee konden doen. Dit werd voorafgegaan door een pullenavond, waar het bier rijkelijk vloeide. Zaterdagavond de pullenavond en natuurlijk op zondagmorgen vroeg uit de veren en touw trekken. Peter Leermakers was de presentator en natuurlijk animator van dit goed bezochte toernooi. Bij Jan Kems in Helvoort moest de brandweer aan te pas komen om een bekneld geraakt paard te bevrijden. Door toedoen van de brandweer en natuurlijk dierenarts is het goed afgelopen en zal het paard volledig herstellen van zijn verwondingen. Deur uit deur gekomen en ik wilde gerammel. En ik wil kijken, zo lag je door. Trek je Jan. De heer Paaimans kreeg een lintje opgespeld door burgemeester Haas voor zijn verdiensten bij de EHBO in Haren. Ik heb het niet
zag ook graag een profijn ons. Ja, ik wil er eigenlijk iets op zeggen, maar ik ben gewoon sprakeloos. En dat ben ik nog niet makkelijk. Maar nee, het is valt een beetje koud op mijn dak. Daar kan ik geen antwoord op geven. In ieder geval, ik ben uiterst blij bij vrijwilligers rente krijgen. En deze rente is heel gewaardeerd door jullie. En ik hoop dat ik hem nog heel lang mag dragen. Dankjewel. De 12e editie van Outdoor Helvoort was een feit. Een evenement dat gedragen wordt door de gehele Helvoortse bevolking. Dit jaar hadden drie Helvoortse organisaties de handen ineengeslagen. En dat zijn wel de Huzaartjes uit Helvoort, de rijvereniging Juliana uit Helvoort, de stichting Outdoor Helvoort en menvereniging De Postkoets uit Berkelenschot. In totaal deden er 1000 paarden aan dit evenement mee. Bij restaurant De Zwarte Leeuw werd een replica onthuld van een ijzeren schild dat stamde uit begin 19e eeuw. Voordat restaurant De Zwarte Leeuw afbrandde in 1950, sierde het bord de voorgevel. Het originele bord is behouden en siert nu het museum. Bij de Zwarte Leeuw, die goede naam mag blijven houden, wens ik jullie allemaal van harte toe. Om dat te horen. We zijn als Leijfonds daar snel op ingesprongen, vonden het ook leuk om juist hier in we hebben oorspronkelijk geprobeerd om het origineel terug te krijgen. En ik moet nog eens een keer met Herbert-Jan Heimersma praten hoe je... Nou, we zijn weer aan het einde. Dit was het journaal voor de maand april. Wij hopen u weer voldoende te hebben geïnformeerd wat er in april allemaal zoal gebeurd is in onze gemeente. Ik wens u verder nog veel kijkplezier.